Goedendag, dit is de nieuwsflits van dinsdag 8 januari. De bewonersorganisatie Havenkwartier in Scheveningen heeft bij de gemeente bezwaar aangetekend tegen de bouw van een hotel aan de haven van de Dr. Lelykade. De komst van het flatgebouw maakt de visserij, visverwerking en havengebonden bedrijvigheid onmogelijk, schrijft voorzitter Teun van Dijk in een brief aan het stadsbestuur. Bovendien voelt de organisatie zich misleid omdat het hotel maximaal 75 kamers zou hebben en nu blijkt dat het college toestemming heeft gegeven voor 144 kamers. De brief van de bewonersorganisatie is in behandeling bij de adviescommissie bezwaarschriften. De voorbereidingen voor de herdenking van gebleven Scheveningse zeelieden in 2019 zijn weer in volle gang. Op vrijdag 24 mei zal er bij 3 monumenten stil worden gestaan bij de zeelieden die tijdens de uitoefening van hun beroep niet zijn teruggekeerd van zee. Op die vrijdagmiddag zal er om 3:30 een krans worden gelegd bij het monument op de Scheveningse weg, ter nagedachtenis aan de in de Eerste Wereldoorlog omgekomen vissers. De kunstenaar Tiana Heijns heeft op zondag 6 januari de tweede wintersurprise gewonnen met haar kunstwerk Ontluikend. Tiana Heijs zegt, de abstractie van de vorm staat altijd in relatie met de structuur van de steen. Steen moet steen blijven. Alweer een verrassende wintersurprise die tot eind dit jaar te zien is in het Museum Scheveningen. Afgelopen vrijdag tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij is er een vrijwilliger gehuldigd. Jeroen Kodde, opstapper op de reddingsboot Kitty Rosmalen Nepveu, is gehuldigd voor zijn jarenlange trouwe inzet. De onderscheiding, de vrijwilligersmedaille voor openbare orde en veiligheid, werd aan Jeroen uitgereikt en opgespeld door Henk Grootveld. Vandaag is tot 7:00 vanavond code geel afgegeven. In de Scheveningse haven stond vanochtend het water al kort boven de kade. Gisteravond werd er in Scheveningen al voorzorgsmaatregelen genomen op de verwachte zware windstoten en de regen van vandaag. Voorspeld wordt dat er vanmiddag hoog water is. Daarom werden er gisteravond al zandzakken gestapeld bij restaurant Encore bij Simonis aan de Dr. Lelykade. Ook elders deden ondernemers er alles aan om hun bedrijf te beschermen tegen het opkomende water van vandaag. Naast de windstoten wordt daar ook gewaarschuwd voor springtij. Mensen die langs de kust willen lopen moeten daarom extra alert zijn. Dit was de nieuwsflits voor vandaag. Ik bedank u weer voor het kijken en ik wens u een hele fijne avond. Doei!